Wat ben je, 2037? 2037. 2037 is op de locatie van de instap en we gaan naar binnen toe, hoort straks nader. Ja, dat is begrepen. U bent gekoppeld. Uit. Collega's aan de achterzijde, attentie. HB de 10:35 over. 10:35. Ja, twee collega's in Burger gaan op de Savannah Avenue bij pand nummer 1 in Burger kijken voor observatie. Ja, als begrepen, bericht voor alle eenheden. In verband met een observatie, geen opvallende wagens in de buurt van de Savannah Avenue. Dan kunnen we het beste hier, denk ik, linksaf. Dan gaan we even de achterkant van het pand bekijken, oké? Ja, oké. Ga jij er hier rechtsaf, dan stap ik daar op het hoekje uit en dan ga ik even achter bij het pandje lopen. Oké. HB 20, nee, 10:35 over. 10:35. Ja, zou mijn maatje naar de Camden Avenue willen gaan? Dat is achter het pand om het hoekje, daar sta ik om te wachten. Camden Avenue? Camden Avenue, ja, als mijn maatje daar naartoe wil komen. De roepnummer van uw maatje? Ja, 10:35 ook. De andere. Ja, HB, maatje is al bij me. Dankjewel. Ja, dat riep uit. HB, 10:35 over. 10:35. Ja, voor u en voor de collega's. Wij zijn klaar met de observatie van het pandje. We gaan richting HB voor de briefing. Ja, mooi. Welkom bij deze invalbriefing. Jullie gaan zo meteen invallen doordat de recherche die heeft het onderzoek gedaan. En ja, jullie gaan invallen bij iemand die waarschijnlijk gestolen goederen in zijn huis heeft. Wel rekening mee houden dat mensen misschien nog in het pand zijn en dat ze misschien gewapend kunnen zijn, is niet zeker. We gaan met z'n tweeën van voren naar binnen en met z'n tweeën van achteren naar binnen. De mensen die van achteren naar binnen toe gaan, die nemen één trap naar boven toe en dan gaan ze via de achteren naar binnen toe. Michael zal de rest vertellen. Ja, als de collega's via de achterzijde, die gaan via de brandtrap omhoog. Bij de brandtrap helemaal boven op het dak is een deur die toegang geeft tot de woning. De collega's die aan de voorzijde staan, die gaat via de voordeur naar boven. Via de bekende route gaan we het pand helemaal schonen. We hebben het pand nagekeken, daar staat niemand ingeschreven. Dus we kunnen niet vertellen wie we in de woning gaan aantreffen. Ik wil zeggen dat de collega's rechts van mij nu
aan de voorzijde gaan. En de collega voor mij die gaat met mij mee naar achteren. En dan gaan we het pand betreden en dan gaan we kijken of we personen aantreffen. Snappen jullie het allemaal, jongens? Is begrepen. Ja, hoeveel kamers zijn er in het pand, weet je dat? Nee, dat, we hebben geprobeerd via het systeem te achterhalen of wij blauwprinten konden vinden. Maar dat is niet gelukt. Dus ja, dat is allemaal even afwachten hoeveel kamers er in de woning aanwezig zijn. Ja, dat is duidelijk. Hebben jullie nog vragen, jongens? Negatief. Negatief. Oké, dan gaan wij met z'n allen die kant op. Ik stel voor dat de collega's aan de achterzijde met één auto gaan en de collega's aan de voorzijde met één auto. Zodat we twee voertuigen hebben. En dan gaan wij met de burgerbak die kant op, mogelijk dat er meer personen zijn, dat we sowieso vervoertjes hebben. Ja, dat is goed. Welke kamer, de 1035? 1035, geen bericht. Ja, voor de collega's aan de voorzijde, we lopen nu de trap naar boven. Wij willen even graag schakelen naar bijstand 1. Ja, dat is begrepen. 1035, u gaat schakelen naar bijstand 1. 2037. Ja, jongens, we gaan nu naar binnen. Yo. Politie, politie, maak je bekend. Politie, maak jezelf bekend. Oula, wat is deze? Deze is, deze deur. Handen laten zien. Je handen laten zien. Oela, oela. Ik steek tegen de muur. Ja, niks. Volgende, volgende. Oela. Gaat ook niet open, volgende. Omdraai je hoofd naar de muur. Bonen plukken. Ook niet. Jo, naar beneden. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Goeie maar, Max. Is goed. Deze. Jo. Bonen plukken. Ook niet. Jo. Altijd weer die zwarte, hè. Jongens, de rest van de woning is veilig. Ja, is goed. Gaan we die vent even naar buiten brengen met de auto en dan kunnen we hier beginnen. Ja, ik ga je helemaal doodsteken. Mijn collega's oula. Aan, meneer. Oela, oela, oela. Ik steek jou. Oké, ja, je mag even normaal doen. Daar heb ik helemaal geen zin in, dat steek jou. Jij mag normaal doen. Ik schiet kogel door je kop. Oké. Oela, oela. Dan krijg je nog een procesverbaal voor dit soort dingen. Ik geef jou een proces non-verband met kogel in je kap. Nee. Duik tegen de auto aan. Gaan we even fouilleren. Ik blaas deze auto ook op. Hey, heb je scherpe voorwerpen bij je? Niet voor jou, wil je kopen? Oké, ik ga even fouilleren. Hé, hey, doe je best maar. Vies je man afvullen. Ik steek jou vooral. Ja, hij heeft niks bij zich. Hij mag instappen, jongens. Hierin stappen, rechtsachter. Ja, voila. Hier rij je nog mee, Max? Correct, ik ben ingestapt. Ja. Oké, nog iemand achterin bij hem en dan Stap jij even bij hem achterin? Ja. Neem hem wel op. HB2. Hey, vriend! Ja. HB2030. 2030. Ik doe een transportje van een verdachte naar het bureau. Ja, dat is begrepen. U doet transport naar het bureau. Correct. Nou, eens kijken of er nog wat te vinden is in het huis. Ja. Ik weet niet wat er in die dozen zit, hier rechts waar we hem aangehouden hebben. Een lege dozen. Ja, er zit niks in zo te zien. Nee. Iemand die kan lezen. Even kijken. Nee. Nee, ook niks. Boven hadden we gekeken. Boven zitten de deuren op slot. Oké. Okay. Ja, zeg het maar. Ik wil eigenlijk toch wel even in die kamers kijken, maar... Ja, dan laten we hem voor nu dan even afsluiten door Seon. Even slotje erop.
En dan kan de recherche zelf hier nog naar binnen toe als ze nog dingetjes willen bekijken. Ja, oké, okay, dan kunnen die morgen dit even doen nog. Ja, nou, als jullie dan vast naar het bureau gaan, dan blijf ik hier wel verwachten op de Zeon. Ja, oké, okay, gaan wij naar het bureau toe. Tot straks. Yep. Pak jij de bus van de collega even mee, dan pak ik ons burgerauto. Oké. Okay.